Breda Nu. Je weet het meteen. En dan mag in deze bijeenkomst dan wel je afscheid zijn van je werkzame leven bij het onderwijs. Maar het onderwijs zal je zeker niet loslaten. En je zult op allerlei terreinen nog vast actief zijn en blijven om het onderwijs verder te ontwikkelen en verder te versterken. Je bent al lid geworden van de Raad van Toezicht van de Stichting 1 Basisonderwijs in Gelderop en de Raad van Advies van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En ik weet zeker dat ze daar blij zullen zijn met de ervaring die je meeneemt, maar ook de passie en de ambitie en de belangenbehartiger voor de kwaliteit van het onderwijs. Beste meneer Clarijs, ik ga afronden, maar voordat ik dat doe, nog één klein dingetje. Wat ik je nog wilde zeggen, Cor, uw passie en buitengewone inzet voor het onderwijs zijn niet alleen opgevallen in Breda, ook niet alleen in uw woonplaats Berkel en Schot, maar ook in Den Haag weten ze wat Cor Clarijs voor het onderwijs betekent en heeft betekend. Het is daarom ook heel mooi dat ik vandaag hier in de Grote Kerk van Breda mag zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u als waardering voor uw betrokkenheid bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs een koninklijke onderscheiding te gunnen. Ook mede namens de burgemeester Nordanus, uw eigen burgemeester van de gemeente Tilburg, feliciteer ik van harte namens het gemeentebestuur, denk namens onderwijsveld van heel Breda, met de prachtige benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En ik wil u graag... Thank you.